Barry Veneman, ja, ik denk dat een felicitatie op zijn plaats is, toch? Ja, ik vind het zeker felicitatie. Het is mijn eerste echte job in heel lang en enorme uitdaging. Niet zo makkelijk om zo maar te zeggen, want ik ga dat doen. Want het is een flinke kluif die ik voor me kiezen krijg. Maar het bondscoach van Nederland zijn is een enorme mooie betiteling. En ik heb er mega veel zin in. Zo spreek ik je nou, zo'n 2-3 maanden geleden bij de Superbikes. Dan denk ik van, hè, dat is een droom. Eindelijk de Superbikes. Wie weet zit er wat toekomst in. Ja, en een paar maanden later zit je voor me en ben je bondscoach. Dan ben je dan wellicht, dan ben je pas sinds, of pas in januari. Maar toch, het is apart, hè? Kan snel gaan. Ja, kan snel gaan. Kijk, ik ben er zelf al een tijdje mee bezig. En ik heb een vooropleiding als leraar, dus het past in mijn straatje. En natuurlijk, we zaten hier een paar maanden geleden met de WK Superbike. Fantastisch. En ik heb er enorm van genoten. Maar ik wist wel heel duidelijk dat het een eenmalig event was. En daar hoef je ook niet treurig om te doen. We hebben daar goede zaken gedaan. En voor de Nederlandse sport was dat fantastisch. En ja, dat ik hier nu zie als zijn bondscoach voor 2012 en de verdere toekomst. Ja, dat is een traject wat al een tijdje loopt en waar ik al een tijdje mee bezig geweest ben. En dat is een heel ander verhaal. Maar heeft je dit doen beslissen om te stoppen met het racen en je toch toe te leggen op, je mag het bijna wel zeggen, talentontwikkeling, toch? Ja, wat heeft het doen? Maar kijk, stoppen met racen is een heel vervelend zinnetje, want ik wil niet stoppen en ik wil eigenlijk nog 10 jaar racen. Alleen ik ben wel reëel genoeg om te zeggen van, er moet een balans zijn tussen wat de race oplevert en wat het kost. En de risico's, de centjes, de tijd, het kost heel veel en het levert betrekkelijk weinig op. De sportieve drang die ik heb om te presteren is er gewoon nog steeds. En ik kan op dit moment niet genoeg plezier halen uit het rijden van een IDM-kampioenschap of een nationaal kampioenschap. Dus dat is niet wat ik zoek. Toen ik begon met race, toen zei iedereen tegen mij van, joh Barry, jij moet hier in Nederland van iedereen winnen. En vooral van de oudere, ervarene rijders. En dat is gewoon niet eerlijk, want als ik blijf rijden, ik kan nog 5 jaar lang alle sponsoring opslokken in Nederland. En ik kan nog 5 jaar lang op het podium staan, daar ben ik van overtuigd. Alleen, ja, wat bereik ik daar verder mee? Dat is niet mijn sportieve doel. En ik denk dat nu het tijdstip gekomen is dat we een groep Nederlandse wegracers krijgen. Net zoals in de cross die de klaver is, die gewoon de strijd aan kan met de wereldtop. En dan wil ik gewoon een beetje een stukje langdurig goede rijders hebben. Ik ben heel blij met Michael en met Jasper dit weekend ook weer. Maar het zijn de twee vaandeldragers nog. En verder moeten wij ervoor zorgen dat de mensen komen, want er zijn er niet.